Absoluut. Grote ontdekking voor een grote slang. Freek Vonk is zo trots als een pauw. Samen met 14 andere wetenschappers heeft hij een nieuwe slangensoort ontdekt. De noordelijke groene anaconda. Groene anaconda's zijn al eeuwenlang bekend. Maar wat niemand wist is dat er eigenlijk twee soorten zijn. Nou, wat wij ontdekt hebben is dat de groene anaconda, die we allemaal kennen, de grootste slangensoort ter wereld, die we kennen uit de films, die we kennen van alle verhalen over grote, gigantische slangen, dat die in werkelijkheid uit twee soorten bestaat. En daarvoor hebben ze jarenlang onderzoek gedaan naar het DNA van de slangen. DNA zit in iedere cel van alle dieren en planten. Het is een soort unieke code met alle informatie over de soort. De onderzoekers hebben niet alleen levende slangen onderzocht, maar ook dode, zoals deze die in Museum Naturalis ligt. Ze zijn hier met een dunne naald de slang ingegaan en hebben een klein beetje van het DNA eruit gehaald. En dat vergeleken met de andere slangen. En wat blijkt? Ook dit is zo'n noordelijke groene anaconda. En op het oog lijken ze identiek aan elkaar, maar het genetisch verschil tussen beiden is 5,5%. En dat is echt huge. Om het in perspectief te zetten, het genetisch verschil tussen mensen en chimpansees is slechts ongeveer 2%. Groene anaconda's zijn gigantisch. Het zijn de grootste slangen ter wereld. Ze kunnen wel 8 meter lang worden en 200 kilo wegen. De noordelijke groene anaconda, de nieuwe soort, komt alleen voor in het noorden van Zuid-Amerika. De zuidelijke groene anaconda, vooral in het zuiden van het Amazonegebied. Het zijn wurgslangen en ze leven vooral in het water. En ze jagen op grote dieren zoals capybara's, herten, tapirs en soms zelfs jaguars. Mijn hart gaat tekeer. Dit is niet normaal. 4 keer zo lang als ik, met een kop net zo groot als mijn hoofd. Daar heb ik mee gezwommen, in Brazilië. En dan besef je pas echt waarom het echt de meest legendarische en meest machtige slang ter wereld is. Volgens Freek Vonk is de ontdekking van de nieuwe soort erg belangrijk voor de natuur. Dus het feit dat we nu dankzij ons onderzoek weten dat er 2 soorten groene anacondas zijn, betekent dat we nu eigenlijk pas kunnen kijken van joh, wat heeft elke soort nodig om te overleven. En dat is in deze tijd van ja, klimaatverandering en de globale biodiversiteitscrisis natuurlijk belangrijker dan ooit.